IJzerverhalen presenteert... Heerlijke geluiden van het geknetter van de open haard. Zalig toch? Daarbij zat een moeder heerlijk te genieten van de warmte. Ze had 3 dochters. De oudste was onaardig en vervelend. De tweede was heel wat beter, al had ze toch ook haar fouten. En de jongste, ja, die was natuurlijk goed en uitstekend. Nu was het van de moeder dat ze juist de oudste dochter het liefst had en de jongste niet kon aanzien. Ze zond daarom haar jongste dochter vaak het bos in. En jawel, dat gebeurde alweer. De zon ging rustig onder en stiekem hoopte moeder dat ze verdwaalde en nooit meer thuis kwam. De vogels gingen slapen, konijnen kropen terug in hun holen en daar liep de jongste dochter helemaal alleen in dat eng groot bos. Het was echter niet de eerste keer dat ze in het donker op pad ging in het bos. Ze had er ondertussen zelfs wat op gevonden. Door de opkomende maan steeds te volgen kwam ze steeds weer thuis terecht. Maar die avond ging het helemaal niet goed. Geen maan te zien. De lucht ging vol met donkere nachtwolken die de maan bedekten. Het arme meisje wist niet waar ze naartoe moest lopen. Ze liep het bos dieper en dieper in. Oh, wat had ze een groot geluk. Want ze zag daar in de verte een klein lichtje branden en stapte er recht naartoe. Hoe dichter ze kwam, hoe feller het licht werd. De dochter kwam toe aan een klein hutje. Ze klopte aan. Dat is raar. De deur opent vanzelf en voor haar staat nog een deur. Ook op deze deur klopte ze aan. Een oude man stond in het deurgat. De man had een sneeuwwitte baard en was heel erg breed. Zijn naam was Pieter. Hij zei tegen het kind, ach, kom toch binnen. Zit maar bij het vuur op mijn stoeltje. Warm je op en ik zorg ondertussen voor fris water. Ik heb wel niks om te eten voor je. Enkel en alleen nog 1 wortel die je zelf zal moeten schrapen en moet koken. Haar maag maakte het snel duidelijk. De geweldige Pieter gaf haar 1 wortel en onmiddellijk begon ze het schoon te maken en te schrapen. De wortel stak ze in een pot met kokend water dat boven het haardvuur ging. Toen het klaar was, zei Pieter dat hij ook heel veel honger heeft en of hij de helft mocht opeten van de wortel. Het meisje twijfelde niet en gaf Pieter het grootste deel. Is dat niet lief? Het werd ondertussen wel al heel laat. Na het eten maakten ze zich klaar om naar bed te gaan. Maar er was een probleem. Pieter had maar 1 bed, maar Pieter zei tegen het meisje dat zij mag slapen in het bed. Pieter vond het helemaal niet erg om te slapen op een laagje stro op de grond. Maar het meisje weigerde en zei dat voor haar het stro zacht genoeg was om op te slapen. Het meisje viel in slaap op het stro dat op de grond lag en Pieter kon dat niet aanzien. Hij nam het kind op de arm en droeg haar naar bed. Ze was zo moe dat ze het niet doorhad. De haan maakte lawaai voor heel het bos. De zon scheen door het venster in de ogen van het meisje en al snel werd ze wakker. Ze wilde Pieter goeiemorgen wensen, maar ze kon Pieter niet vinden. Ze keek in elke kamer van het kleine hutje, maar ze vond Pieter echt niet. Achter de deur vond ze een gigantische zak vol goud in. De zak was zo zwaar dat ze het nog maar net kon dragen. Ze draaide de zak om en zag een klein briefje met de tekst. Deze zak met goud is voor het meisje dat liep in het woud. Wat was Pieter geweldig. Ze nam de zak op, ging door de deur en genoot van alle vogeltjes die aan het fluiten waren rond het hutje. Ze zag de zon stralen en wist precies naar waar ze moest lopen. Na uren wandelen zag ze het, haar eigen huis. Het was ondertussen alweer donker aan het worden en haar moeder was niet heel tevreden dat ze terug thuis was. Totdat haar jongste dochter de zak aan haar gaf vol met goud. De moeder was dolgelukkig. De dochter vertelde haar moeder en haar zussen alles over haar avontuur en gingen nadien naar bed. Hier gaan we weer. Een gloednieuwe dag. De tweede dochter had de hele nacht wakker gelegen van het verhaal en besloot om het bos in te gaan. Ze kreeg van moeder een stuk pannenkoek met wat brood bij. Logisch ook, want de tweede dochter had ze veel liever dan de jongste. Ze kwam 's avonds laat toe aan het hutje van Pieter en klopte aan. En nog een deur. Daar was hij weer, de geweldige Pieter. Hij gaf haar net als de jongste dochter water en liet haar een wortel koken.
Ook deze keer mocht Pieter mee eten van haar omdat hij weer een grote honger had. Hij kreeg zelfs het grootste stuk van de wortel. Bij het slapen gaan stond de tweede dochter erop dat Pieter in het bed mocht slapen. Ze viel net als haar zusje in slaap op het stro, maar Pieter nam haar op en stak haar in bed. De haan maakte lawaai voor heel het bos. De zon scheen door het venster in de ogen van het meisje en al snel werd ze wakker. Ze wilde Pieter goeiemorgen wensen, maar zag hem niet. Ze keek in elke kamer van het kleine hutje, maar Pieter kon ze niet vinden. Ze vond achter de deur wel een zak en in die zak zat er een gigantische buit in van goud. De zak was zo zwaar dat ze het nog maar net kon dragen. Ze keek naar de zak en zag een klein briefje met de tekst: "Deze zak met goud is voor het meisje dat liep in het woud." Wat was Pieter geweldig. Ze nam de zak mee naar buiten en liep zo snel als ze kon naar huis. Ze had stiekem enkele goudstukken in haar zak gestoken voor haarzelf. De volgende ochtend was uiteraard de oudste dochter nieuwsgierig en deed ze hetzelfde als haar twee zussen. Alleen liep het niet zoals het hoort. De oudste dochter at de wortel helemaal op en er was niks over voor Pieter. Pieter zei bij het slapen gaan dat ze in het bed mocht slapen en zonder twijfel deed de oudste dochter dit. Opnieuw maakte de haan heel wat lawaai voor heel het bos. De zon scheen door het venster in de ogen van het meisje en al snel werd ze wakker. Ze zocht Pieter niet en het interesseerde haar ook helemaal niet waar hij was. Wat haar wel interesseerde, was die zak vol met goud. Ze keek achter de deur, maar nee, geen zak te zien. Maar er lag wel iets op de grond. Ze kon precies net niet zien wat het was, dus ze bukte en dan plots... Auw! Ze stootte haar neus ertegen en het bleef vastzitten aan haar neus. Ze keek in de spiegel en wat zag ze? Ze barstte in tranen. Op haar neus stond namelijk een tweede neus. Het stak zo ver uit dat ze het altijd kon zien. Ze liep gillend weg naar buiten en kwam daar Pieter tegen en vervolgens ging ze op haar knieën gaan zitten en smeekte ze om de neus weg te halen. Geweldige Pieter nam uit medelijden de neus van haar af en beiden vertrokken ze naar hun eigen huis. Toen de oudste dochter aankwam bij haar huis, stond moeder haar op te wachten in het deurgat en riep ze: En, wat heb je gekregen? Ze durfde het niet uit te leggen en loog. De dochter vertelde haar moeder dat ze een grote zak vol met goud kreeg, maar dat het veel te zwaar was om mee te nemen naar huis. Haar moeder zei al snel: Dan moeten we die hele grote zak gaan halen. Hé, kom aan, vooruit. We gaan die Pieter een bezoekje brengen en we nemen samen die zak mee. De dochter barstte uit in tranen en wilde niet meegaan. De moeder dwong haar en uiteindelijk gingen ze samen op pad. Op weg naar Pieters hutje. Oei. Wat is dat? Een grote zwerm met duiven. Het zijn er geen honderden, maar wel duizenden. Ze kwamen allemaal op de dochter zitten. Ze waren met zoveel dat je zelfs het meisje niet meer kon zien staan. Moeder was zo bang en liep heel snel naar huis. Geweldige Pieter vond dat de oudste dochter wel een lesje verdiende. Uren later kwam het meisje onder de duivenkaka terug thuis en kon moeder haar niet meer aanzien. De jongste dochter was sindsdien haar favoriet en gaf haar alles wat ze wenste. Vond jij dit een leuk verhaaltje? Volg Huis der Verhalen dan maar snel op Facebook en op Instagram.